welkom bij een nieuwe vlog. Ik reis vandaag alleen met de trein naar Breda en weer terug. Veel kijkplezier! Even langs mijn thuisomgeving. Het is een half uur met het mondkapje opgezeten. Ik ben nu in Breda. Ik ga nu de overstap halen. Stanley staat hier. En een NS met een Belgisch logo. Lekker oud dit weer. Niks. Hé, hey, wie hebben we daar? Oh, koplopers, hoe chill zijn die, hè? Dat zijn mijn lievelingstreinen, ze zitten zo lekker. Als het einde is van de trein, ben ik de Sjaak. Oh, die coupé is, ja, daar mag ik niet in. Dit is het einde van de trein of niet? Nee. Is dit ook stil coupé? Oh, dat meen je niet. Nu op station Tilburg, ik ga nu naar Boxholm. De ICM zit altijd het lekkerste en het blijft altijd mijn lievelingstreinen. Duimpie! Heel druk. Falling, it comes and it goes like another way. Someday I look up at you like a price to pay. Maybe I'll forget all that you have thrown away. Ik zit weer op vlucht. Vond je deze vlog nou leuk? Vind je het duimpje omhoog klikken? Abonneer op mijn YouTube kanaal. En zie ik jullie volgende week weer. Later!
Hoi dames en heren, welkom bij een nieuwe reisvideo op dit YouTube kanaal. Vandaag ben ik weer met Jurre, een reisgenoot. Aangezien jullie die video's blijkbaar heel goed ontvangen. 75 weergaven, dat is wel echt een recordje binnen een week. Dank jullie wel daarvoor. We gaan ook ontzettend hard met de abonnees. We zijn in de afgelopen 28 dagen van mijn YouTube kanaal zijn we de plus 13 gegaan. Het gaat echt hard. En plus de afgelopen 7 dagen zijn we plus 7 gegaan. Dus het gaat echt heel hard. Echt, ik wil jullie daar heel erg voor bedanken. Waarom het opeens is, geen idee. Maar maakt me niet uit. Ik ga hard met abonnees. Ik vind het leuk. Nou ja, in ieder geval veel plezier ook met kijken. We gaan trouwens over de HSL. Dus ik zie jullie waarschijnlijk in Rotterdam. Of was op de HSL. I remember the feel of the air touch my skin. Am I real? Cause I felt something leave from within. I feel empty. Have I got nothing left to give? Am I living? Cause I only felt alive with him. I'm driving in the night, the hood down. My body break, my heart give up. Why did darkness come? I felt the lightning shake me into hell. Why did darkness come? We hebben een eigen coupeetje weten te claimen, jongens. Of wordt niemand. Bent u ook wel eens op uw smoel gevallen? Gebruik dan Plakkie Wonderpleister. Something keeps waking me up. Why did darkness come? Normaal speel ik altijd met de ICE in Train Sim World. Maar dit ziet er echt heel anders uit. Dit is het. Kijk van die cabine. Oh, ik vind het echt heel ziek. Ik ga even een mooie shots maken. Nou, zit review hoef ik niet te geven. Het zit gewoon prima. Oh, kijk dit ook, gast. Is toch chic? Nou, de wc. Oké, dit is iets minder, maar ja. Nou, dit heeft echt alles. Je kan de krant lezen, je kan je telefoon opladen, zelfs een extra prullenbak. Nee. Dit zit echt heel lekker. Echt, dit zijn echt wel mijn favoriete stoelen. En leuningen, top. I remember the feel of the air touch my skin. Am I real? Cause I felt something leave from within. I feel empty, have I got... Tot straks, Aljes. Voor nu, neem afscheid. Wij zitten weer in de IC. In de ICE. Ik sta op S. Herten, Togenbos. En we gaan op naar Amsterdam. En ik zie waarschijnlijk op Amsterdam of er komen nog tijd. Nothing left to give. Am I living? Cause I only felt alive with him. Driving in the night, the hood down. It's when I feel alive when no one's around. The darkness deep inside comes to light now. But it's alright, it's alright. I can break no heart. My body break, my heart give up. Why did darkness come? We gaan nu voor de allerlaatste keer weer met de ICE naar de Mos. We staan op Ghetto Centraal. Dit is echt veel beter dan op het begin. Hier hebben we gewoon allebei een eigen hoek. En die stoelen die zitten echt zo lekker. Dit overwint de SGMM makkelijk. Hier heb ik echt geen twijfels over. Nou, het schijnt dus dat je dit zo naar achter moet doen en dan... Oh! Oh, dit zit lekker, gast. Hier zou ik zo met kunnen slapen, man. Bent u ook wel een... Op een... Oude bank.
gaan zitten. Dan Plakkie Wonderpleist. Oké, dames en heren, dit was een speciale video van de ICE. Vond je deze video leuk? Vergeet even niet op de duimpje omhoog. Dus omhoog te klikken, vergeet even niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En misschien ga ik nog terug met de ICE. Als dat wel zo is, dan is deze auto, dan is dit autoserum helemaal nooit online gekomen. Als het niet zo is, dan is het niet zo. Dames en heren, duimpje later. Doei. Houdoe. Ja, dit is heel zeldzaam dat dit oude rammelbak niet hierop rijdt eigenlijk. Deze trein rijdt door een seinstoring niet verder dan Os. We staan nu echt letterlijk stil op Os. Hele gezellige conducteurs, daar ga ik mee terug naar Den Bosch dadelijk. In Den Bosch ga ik naar huis, want het is nu... Oh, dan ben ik rond 3:30 thuis of zo. Nou, dat maakt helemaal niet uit. Ik ga nog even terug mooie timelapse maken, dingen. En weet je wat ik trouwens het leukste vind aan deze trein? Kijk, je kan je hoofd nog zo uit het raam steken. Ik vind het echt geweldig. Nou, ik had nooit gedacht dat de SGM nog ooit op dit lijntje zou rijden. Blijkbaar wel. Dit ga ik nooit meer vergeten. Nooit, nooit meer. Ik ga weer terug. Ik heb hard gerend. Ik heb net met de conducteurs gesproken. En alles gaat op zich nog slecht. Maar ze verwachten over 1/2 uur dat alles weer rijdt. Dus ik ben benieuwd. Zeldzaamste. Nou leuk, vergeet even niet op het duimpje om te klikken. Abonneer op het YouTube kanaal, dan zie ik jullie bij de volgende video. Later. Yo dames en heren, welkom bij een gloednieuwe treinvlog op de Juicepanel. Vandaag ga ik reizen voor de laatste keer met mijn railrunner. Ik heb een muts op van JNR, echt een zeer goede kwaliteit. JNR, zoek het even op jnrterugging.nl. Kleine moeite, kleine moeite. Nou ja, in ieder geval, vandaag ga ik naar Utrecht. En vanaf Utrecht ga ik kijken wat ik ga doen. Want ik heb dus nu een dagkaartje of zo. Dus ik kan eigenlijk overal heen. En we kijken nog wel waar ik heen ga. We kijken het nog wel, weet je. Maakt niet uit. Ik heb dit opgenomen de dag voordat ik jarig was. Dus dit is echt mijn laatste kaartje. Voor de verdere rest weet ik niet. Eigenlijk gewoon toeren door Nederland. Veel kijkplezier. Jawel, we gaan naar Leiden met een SLT.
Er is niemand hier. Maakt mij niet uit. Lekker een coupé voor mezelf. Nou, ik ben van... ik ging naar Leiden, zei ik, op Utrecht. En nu ben ik in één keer in Rotterdam. Want in Rotterdam wilde ik... Eigenlijk wilde ik naar Barendrecht. Maar die sprinter reed net weg. Waarom ik dat niet ga doen, is Barendrecht is echt poep. Ik vind het een heel mooi station, maar ik ga geen half uur wachten. Daar heb ik geen zin in. Dus ik pak dadelijk de Intercity naar Dordrecht. En dan, nu wil ik even wat eten, want ik heb echt honger. Dus ik ga even wat eten halen. En ik heb echt niet heel lang, dus ik moet echt doorgaan doen. Maar kijk hoe rustig het is hier. Er is niemand. Af en toe een keer iemand, maar echt boem. Niemand is er eigenlijk bijna. Dus dat is op zich fijn. Welkom op Lage Zwaluwe. Ik was hier met de vlucht naartoe gekomen, want ik ben van Rotterdam naar Dordrecht. En van Dordrecht denk ik, ja, ik pak even mooi die lijn richting Lage Zwaluwe. Want ik wil nog naar Limburg een stukje. Dus ik moet dadelijk sowieso naar Tilburg overstappen en zo en al die dingen. Maar dat doe ik dadelijk pas. Ik moet echt meer in de camera gaan kijken. Ik heb hier een half uur overstaptijd. En ik zal je even laten zien. Er stapte maar één andere reiziger met mij ermee uit. En niemand stapte in. En ik ga jullie laten zien wat ik nou zo mooi vind aan dit station. Wat het precies is. Wat voor treinen zo hier rijden. Let's go. Dit is mijn favoriete station. Klinkt raar. Ja, hè Mike, er komt hier niemand. Nee, dat klopt. Maar dit is mijn favoriete station. Eigenlijk ook omdat hier de HSL is. En als hier de Thalys toevallig overkomt, ja, dan heb je toch wel twee muggen in één klap. Terwijl het vliegen zijn. Het is in ieder geval het minst gebruikte station van Brabant. Voor de verre rest, hier komen regelmatig treinspots op af. Zoals ik. Haha, humor. Want er rijden hier soms echt hele mooie cargo treinen voorbij en zo. Dit is in ieder geval de lijn van Dordrecht naar Arnhem en ook kan je van Dordrecht naar Roosendaal. Die vertrekt om 14:04, maar dat ga ik niet doen, want dat wordt allemaal te gek. Maar in ieder geval gaan we even kijken, filmen en fotograferen wat voor mooie treinen hier voorbij komen. Let's go. Ik kijk niet in de camera, er staat de zon op mijn gezicht. In ieder geval, ik heb net een uur lang... Ja, het was eigenlijk een half uur bedoeld, want ik wil ook nog een stukje Limburg doen. Ik heb net een half uur lang, heb ik met een treinspotter aan kletsen. Wat eigenlijk een half uurtje bedoeld was, maar het liep een beetje uit. Dus ik ga nu met de sprinter naar Tilburg. Van Tilburg ga ik overstappen. Van Tilburg ga ik dan naar Eindhoven. En in Eindhoven denk ik dat ik naar Helmond of Roermond of zo ga. In ieder geval die richting. Want het is nu pas iets van half drie. En ik heb het vanavond 6:00 of zo. Dus ik leef mijn eigen uit terwijl er een hele mooie goederentrein aankomt. Het is hier echt druk met goederentreinen.
welkom op het prachtige, prachtige, altijd mooie Tilburg. Tillywood. Jawel, Tillywood. Heel goed verzonnen dit weer. Dit is in verbouwing geweest. De laatste keer dat ik hier was, was dit busstation er nog niet. Ze hebben hier een heel nieuw busstation gemaakt en dit perron was er eerst nog niet. Dit stukje van een perron. Ik wou in de city direct mee naar Eindhoven, maar dan moet je toeslag voor betalen. Daar heb ik geen zin in. Dus ik ga... die gaat nu weg toevallig. Ik ga met de sprinter, dan moet ik nog 20 minuten hier wachten. Ik ga met de sprinter naar Eindhoven en vanaf Eindhoven ga ik eigenlijk een beetje kijken wat ik ga doen. Want ik heb dus echt geen flauw idee. Het is pas 4 uur en het lijkt nu al donker te worden. Dat klopt, want daar wordt het alweer donker. Dus ik weet nog niet precies wat ik moet doen. Hij gaat in ieder geval nu weg. Er kwam net echt een hele mooie goederentrein trouwens voorbij. Ik weet niet of ik hem er al in heb gedaan voor dit filmpje of daarna. Dat durf ik nooit te zeggen. Dat wordt zeker smullen. Ik heb een tip. Oh, er zit nog ketchup op me. Ik heb een tip. Voor de mensen die willen eten zonder gezeur met conducteurs, machinisten of politie. Ga aan het einde van het station zitten. Want ik zat hier net. Kwam er een politieagent naar me toe. Ik zat in mijn hoofd. Oh nee, ik heb een mondkapje op. Ik ben aan het eten. Maar ik dacht, als je aan het eten bent, dan mag het. Dus hij komt zo naar me toe. Meneer, wat zijn we hier aan het doen? Je hebt geen mondkapje op. Oh, sorry. Smakelijk. Dus hij zag dat ik aan het eten was en het mag wel, maar ik zou het toch, op het einde van het perron doen. Dat is echt wel een tipje. Ik ga nu met de Intercity door Vught heen. Een keer door Vught heen. Voordat ik dadelijk weer die comments krijg. Maar dan ga ik in Den Bosch en dan ga ik in Den Bosch even kijken wat ik ga doen. Ik denk dat ik... Ik heb wel een idee. Wachten jullie maar. Ik zie jullie in Den Bosch. Eén laatste station Den Bosch. Hier moet ik een half uur wachten voordat deze vlucht naar Vught vertrekt. Van mijn part had hij al meteen mogen vertrekken, maar zo werkt het helaas niet. Er zit echt gewoon niemand in. Ik zal even kijken of ik dat kan laten zien door heel de trein heen hoe rustig het is. Er zaten maar 2 mensen in deze hele trein. Wauw. Oké, dit klinkt niet heel goed. We hebben hier te maken met een defecte trein, jawel. Hij heeft niet eens... Oh, zijn pantograaf staat wel omhoog. Vooruit. Maar hij is een beetje defect. En ik zat net in die trein van Utrecht naar Den Bosch. En ik heb geluk dat ik er nu niet in hoef. Want zoals je daar kan zien... Ja, dat kunnen jullie net niet zien. Maar daar op die vertrekborden zaten dat hij niet meer rijdt. Dus die gaat naar Maastricht. Dus ook naar Eindhoven. En die trein gaat ook naar Eindhoven. Dus ik ben bang dat ik ook niet meer kan rijden. En dan moet ik misschien een uur of twee hier wachten. En daar heb ik geen zin in. Dan pak ik gewoon die naar Tilburg. En van Tilburg ga ik zo... We gaan het meemaken. Kijk, die trein wordt nu ontruimd. Dus iedereen gaat uit deze firma, want die is defect. En stel dat gaat iets mis, dan is iedereen de Sjaak. En wij staan hier nog eventjes. Mondkapje. Maar ik ben zo bang, omdat dit normaal de trein voor de sprinter is. Ben ik zo bang dat wij ook niet meer kunnen rijden omdat hij in de weg staat. Ben ik echt bang voor. En ik hoop het niet, want sta ik hier vast. En hun moeten nu of met de bus, of er komt een andere trein. Maar ik zal even in de NS-app kijken wat er nou precies aan de hand is. Want ik snap het niet. Ik weet niet of je het een beetje kon horen. Maar nu iedereen niet met die trein kan naar Eindhoven, gaat waarschijnlijk iedereen met deze.
verdorie. Het was net zo lekker rustig. Dit perron helemaal leeg. Geheel leeg. Dit perron helemaal leeg. Geheel leeg. En daar loopt niemand. Ja, oké, okay, misschien een paar meentjes. Holy moly. Komt er nou een goederentrein? Die heb ik nog niet genoeg gezien vandaag. Ik mag hopen dat hij de wissel pakt, anders kom ik helemaal niet meer naar huis. Tussen Best en Eindhoven rijden tot 9 uur geen trein. En wel, gelukkig hoef ik maar tot Vught. En misschien kan hij zelfs nog uitgezet worden bij Bokstol, dat hij dan even op en neer rijdt en zo. Mis! 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 Het is echt koud. Dames en heren, voor jullie deze toeren door Nederland. Leuk. Ik wel, want ik ben hier vanochtend begonnen. Ik ben bijna 12 uur met de trein weg geweest. Ja, jullie voelen hem al aankomen. En ik ook. Next! 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 Iets! Ja, dat moest als eind knallen van deze belangrijke reis. Welkom bij een nieuwe video op dit YouTube kanaal. Vandaag ga ik op zoek naar de SGMM's. Daarvoor moet ik naar Dordrecht, want ze gaan uit dienstregeling. Veel kijkplezier. It's running. Ik rijd letterlijk mijn trein weg. Ik was mijn auto. Er zijn dagen dat ik wens. Ik was mijn auto. Een half uur overstaptijd, jawel. In de mos. Mix! Mix! Mijn lijstje van het mooiste optrekgeluid van de trein uit Nederland staat deze, de ICM, op nummer 2. Ja, nummer 1 staat de SGMM, maar die gaat uit dienst helaas. Dus dan op nummer 1 komt automatisch deze. Dit is zo'n mooi optrekgeluid, maar die van de SGMM ook. Zal ik proberen dadelijk te filmen, hij gaat zo weg. En ik had ervoor kunnen kiezen om met deze trein te gaan, maar dan sta ik een half uur in Breda en ik kan beter hier nog even volhouden. Dit is de enige trein in Nederland waar de raampjes nog van open kunnen. En al mijn lievelingstreinen gooien ze eruit. Eerste DDZ, nou de SGMM. Dus ik ga genieten van dit lekkere ritje naar Barendrecht.
Vorige rijdvideo zei ik dat ik het niet ging doen, maar nu wel. En een stripclub hadden ze ook. Kijk, tegenwoordig in de treinen gaat het allemaal automatisch. Maar nu moet je het allemaal zelf doen. De volgende station is Bakrecht. Ja, dames en heren, station Barendrecht. Wat is dit een verschrikkelijk mooi station. Het is overkapt, maar het is behoorlijk koud. Ik wilde hier echt wel... Dit was echt mijn droomstation. Nou ben ik er. Echt een heel mooi station. Blijft mooi winnen. Nou, dadelijk pak ik over 10 minuten de trein weer terug naar Dordrecht. En dan ga ik weer terug naar huis. Ja, ik wil toch wel even een eerbetoon. Want ik ga dadelijk voor de laatste keer met een SGR mee. Ja, dat is heel leuk. En er is hier echt gewoon niemand. Eén iemand die staat hier met mij. Maar verder is niemand. Wow. Hoor hoe stil het is. Echt niks. Het is echt zacht en stil hier binnen. Nou ja, ik ga terrein spotten. Let's go. Station Barendrecht, het stilste station van Nederland. Kijk hoe geroest dit rails is. En ook nog houten balken. Wow, wat oud. Wat een ongelofelijke herrie als je op een heel stil station staat. Echt niet normaal. Welkom dames en heren bij een nieuwe reisvlog op dit YouTube kanaal. Vandaag ben ik niet een keer alleen, maar ik ben met Jurre. Hij gaat met me mee en we hebben een coupé voor onszelf, dus dat wordt leuk. We gaan nu van, we zijn in Den Bosch vertrokken een paar minuten geleden. We gaan nu naar Utrecht Overvecht, naar de station met de glijbaan. Dat hebben jullie in de vorige reisvlog al gezien volgens mij, of die is nog niet online gekomen. Maar het is het enige station in Nederland met de glijbaan. Dus dat gaan we even doen. Ik doe mijn mondkapje over van dat. Boeien is toch niet. En we staan bijna stil hier. Dus veel plezier met kijken naar deze video. Abonneer even op het YouTube kanaal. Ja, later. Oh my god, what an injustice. You just check your watch and all of wasn't enough. But oh my god, what an injustice. You don't even know someone love you this much. Yeah. Oh my god. Welkom op het stilste station van Nederland.
plannen zijn gewijzigd. We gaan naar Barendrecht. Ik wil Jurre laten zien dat het een heel stil station is. Let's go! Helmond het Hout, omdat we daar op een railcam willen, of tenminste ik, wilde ik altijd een keer doen naar een Milo Hout railcam of zo. Dus daar gaan we even heen en dan zien we jullie op die cam. Ja, en dan laat ik dat zien. Let's go. Is dat de kamer? Daar aan het raam hangt die. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ja, hij van die kant. Oh, die is chic. De vlieg gaat het filmpje verpesten. Kak. Deze zagen wij vanochtend ook al, hè? Ik sta nu weer op de Mols en ik ga terug naar Vught. Dan is de video afgelopen. Ik sluit nu de video af. Vond je deze video leuk? Vergeet even op het duimpje om te klikken. Willen jullie naar meer van dit soort video's? Want ik heb met die treinspot afgesproken dat ik vaker moet zijn. Kan rijden. Laat dan even een duimpje omhoog achter. Laat het in de reacties achter waar ik heen moet. En spreek je later. Klaasje water. Tel met 4 flesje bier. Ik opende het een keer vanuit Dordrecht, omdat ik, het was heel vroeg en de trein kwam meteen aan op station Vught. Het was 7 uur om precies te zijn. Ik ga een 10 uur trein challenge doen, jawel, 10 uur lang met de trein proberen. Nou ja, vanaf 7 uur tot 5 uur vanavond, dat is dik 10 uur. Veel plezier met kijken. Weliswaar een SGMM. Ik ben op Rotterdam, maar ik weet nu niet waar ik heen ga, dus ik ga nog even kijken. NS klopt niet. Kijk hoe laat het is. Het is 9:50. Kijk wat dit bord aangeeft. 6:55. Daar klopt echt niks van. Ik ga naar station Breukelen en vanuit Breukelen wil ik naar Utrecht. Maar eerst spotten op Breukelen, want op Breukelen willen ze nog wel eens testen met de ICNG doen vaak. En heel veel goederentreinen en de ICE. Dus ik ga er even heen. Tot op Breukelen. Zo te zien ga ik zwart reizen. Ik had commentaar gekregen van Julian dat het niet zo origineel was dat ik sommige van zijn memes gebruikte. Zoals dagen dat de mensen dat ik een hond was. Niks. En kom maar naar de kelder. Dat klopt. Het spijt me. Het is wel leuk om te gebruiken. Ik ben niet de enige die het doet. Meerdere YouTubers doen dat. Dat wou ik alleen maar zeggen. En ik blijf ze gebruiken. Wel een stuk minder. Maar ik heb mijn eigen memes een beetje bedacht en in elkaar gezet. Dus Julian, komt helemaal goed. En deze trein gaat nog weliswaar naar Amsterdam. Kom het station Breukelen. Vanaf hier ga ik dadelijk de Intercity of van mijn camera. Als er iets van vocht op zit of zo, dan is het fijn. Vanaf hier ga ik dadelijk
naar Utrecht Centraal en vanuit Utrecht weet ik nog niet precies wat ik ga doen. Het is heel verleidelijk. Station langs de McDonald's. Ik heb zin in McDonald's, maar ik ga er niet heen. Oké, ik sta nu op Utrecht Centraal en ik ga met deze hele comfortabele SMG naar Den Dolder. Nice. Of Overvecht, dat weet ik nog niet. Ze zitten heel comfortabel. Welkom op station Utrecht Overvecht. Dit is het enige station van Nederland met een glijbaan, dus ik moet er even vanaf. Oké, het glijdt echt heel hard. Nou, het gaat meer om het idee. Wat niet veel mensen weten en wat echt heel handig is, is dat je onder Utrecht door kan. Dat is heel handig. Dan hoef je niet over. Hoef je niet bovenlangs. En bovenlangs is veel langer omdat je al die trappen af moet. Het is gewoon één recht pad. Onthoud dat. Ik had vandaag maar één peperkoek op. Nu heb ik een worstenbroodje, een frikandelbroodje en cola. Ik heb echt honger. Ik ga echt eten. Oh, en ik ga zo naar een station vanaf Nijmegen. Naar een heel bekend station. Ik sta op Rosmalen. Nu is die vriend er wel. Dus ik ga even met die vriend chillen. En dan kijken wat ik tot 5 uur ga doen. Want om 5 uur heb ik de 10 uur challenge voltooid. Dus ik heb er zin in. Let's go. En zo na avonturieren en 2 uur verder zijn. Hebben ze me achtergelaten random in waar ik nu ben. Ik ga niet zeggen waar. Want locaties. Maar ja, in ieder geval. Ik moet nu helemaal weer terug naar Rosmalen lopen. Ik moet een half uur lopen. Ik kom langs de Lidl. Dat is echt heel gunstig. Ik heb nog 5 euro. Dus ik ga even wat drinken kopen. Want ik ben echt moe. Of ja, moe. Toch, mijn keel is moe. Laat ik het zo zeggen. Ik er niet. Ik ga dadelijk van Rosmalen naar... van Rosmalen naar Den Bosch. Er gaat hier iets flink mis. De 10 uur trein challenge is gelukt. Vond je deze video nou leuk? Vergeet even niet op het duimpje omhoog te klikken. Abonneer op het YouTube kanaal voor meer video's. En zie jullie bij de volgende video. Later. Uit. Zo. Let's go. Geloof het of niet, er is een aanrijding, dus ik kan niet naar Elst. Ik heb wel een andere route nu uitgestippeld. Ik ga nu naar Tiel, wil ik reizen. Dus ik ga Den Bosch, ik ga normaal ga ik even treinen kijken. En dan ga ik naar Tiel. Want Tiel schijnt wel mooi te zijn met de R-net treinen, omdat er een storing schijnt te zijn. Dus ik ben benieuwd. Ja, we gaan het vanzelf zien. En ik moet nu nog 20 minuten wachten. Top. Zo, dit is wel echt weer heel lang geleden. Even kijken, zit er een wc in? Nee, nog steeds gewoon een fietshok. Dus het is een oude SLT. Zo. Dit is echt lang geleden. Dit is echt, echt lang geleden. Ik ga even een plekje zoeken. Zo, dit geluid. Doei! Zo, ik zit.
helemaal zijn, dan kan ik in één keer door. Nou, station Tiel, er is hier niet heel veel te doen. Een overweg, een SLT die daar stilstaat. Dit is zeg maar het perron voor de arriventreinen. Ja, dit is de arrivenomcheckpaal. Dit is gewoon een normale NS, kan ik zo doen. Oh ja, dat kan gewoon. Nou, een mooi perron, voor de verder rest niks. Niks! Een derg sein die staat. Nou ja, op zich, voor de mensen die hier gebruik van maken, oké. Stationshuis, heel mooi, historisch oud. Wordt niet heel veel gebruik van gemaakt, volgens mij. Een beetje moeite met filmen. Kijk ook gewoon hoe oud het is. Nou, ik ga hier weg. Ik ben weer op Geldermalsen. Die is trouwens helemaal aan het verbouwen zijn. En hier staat een omgebouwd Airnet treinstel. Even een foto. Ik moet de trein hebben om 58 en deze trein komt om 58 aan. Anders moet ik een half uur wachten. Dus we gaan het zien. Daar rijdt hij letterlijk weg. Oh. Normaal zouden we een half uur moeten wachten, maar de trein komt er blijkbaar al aan. En ik ga niet een half uur in de trein zitten, want dus ik deed het met een mondkapje op. Dus ik blijf gewoon op het perron staan. En we gaan het zien, daar komt hij al. Ik kan jullie wel een kleine treinreview geven. Daar gaat hij. Mondkapje gaat op. Wij gaan naar binnen. De eerste klas. Oh, je mag niet lang blijven. Konthouddingen of zo. Prullenbakken. Zit. Heel lekker. Dit was hem. Ik ga naar buiten. De ramen zijn wel goed gepoetst. Koersborden staan al goed. Normaal doen ze dat echt 10 minuten voor na of zo. Dan pas als ze aan het rijden zijn, doen ze pas de koersborden. Je hebt de tweede klas, eerste klas, camera toezicht, oei. En wifi. Ja, nou ja. Ik heb net met die conducteur een leuk gesprek gehad. Vond je deze aflevering een video leuk? Vergeet op het duimpje omhoog te klikken. Abonneer op dit YouTube kanaal voor meer. Het voelt gewoon heel raar of zo om alleen met de trein te reizen met corona ook. Ik heb hier mijn railrunner. En om het af te sluiten komt er een mooie remix van het uitcheckgeluid. Abonneer later voor meer. Doei. Zodra jullie dit filmpje zien, upload ik niet meer elke vrijdag. Ik upload gewoon wanneer ik zin heb. Dat klopt, niet meer elke week. Helaas, pindakaas. Ik heb het lang volgehouden. De vlogs blijven en Treinenspot erbij komt echt nog wel een nieuw seizoen van. Alles blijft, alleen gewoon niet meer op vrijdag. Ik heb nu een maand of twee volgehouden. Voor mij, ja, motivatie zit er nog wel in. Ik had prima vol kunnen houden, maar de weergave op de video's vind ik iets minder. Dus zodra er weer meer video's, meer weergaves vatten, dan ga ik weer verder. Met elke week op vrijdag uploaden. Voor nu zal het om de week een video zijn of zo. Ik weet nog niet precies, maar hou mijn YouTube kanaal gewoon in de gaten. Want er komen hele leuke filmpjes voor nu. Veel plezier met deze video.
Ja, niet de laatste probleem hebben door als je niet zo. Dus dames en heren, station Bergen op Zoom. Ik wou hier al heel lang heen. Dit is ook echt allemaal gerenoveerd. Gerenoveerd noemen ze dat toch? Ik dacht gerestaureerd, maar... Gerestaureerd. Hebben ze allemaal gerestaureerd? Ja, weet ik veel. Jullie snappen, allemaal omgebouwd. Tot in het station kijk ik mijn paarse oranje mondkapje. Hier komen volgens mij op zich redelijk goedere treinen. Daarom ben ik hier eigenlijk heen gekomen, want het is vervoer naar de zee en weer terug. Ik ga dadelijk even, echt niet lang, maar gewoon een beetje bij de fietsenstallingen zo kijken. En er een beetje eromheen kijken wat er nou te doen valt. Eigenlijk bijna niks. Hier op het station zelf is ook echt niemand niks te doen. Dat zie je hier. Ja, voor de verre rest... Voor de terugweg zeggen ze dat ik een DDZ mee krijg. Ja, een DDZ inderdaad. Voor de treinspotters onder ons, die denken echt van... Mike, wat zit je nou weer uit je nek te lullen? Het is echt zo, de NS-app zegt het, dat kan eigenlijk niet. Want de DDZ is uit dienstregeling. Dus, oh, ik spuugde ervan. Vind ik jammer, maar ja, maakt niet uit. Bergen op Zoom, jongens. Sla dit op, ik ga je even een paar mooie foto's schieten... en dan komt er vanzelf wel in beeld. Let's go! Bergen op Zoom heeft net als Tiel een huiskamer en een zeer grote kiosk. Het is helemaal niet nodig voor zo'n station. Dan zouden ze in Vught ook allemaal dingen zo kunnen bouwen. Het is helemaal niet nodig. Je kan by the way ook merken dat je vlakbij de zee zit. Of ja, vlakbij de zee niet. Maar echt gewoon in Vlissingen. Of ik sta nu in Zeeland. Ik zeg altijd Vlissingen. Kijk, soms vliegt er dan zo'n meeuw over. En dat is echt gewoon het geluid dat je bij de zee staat. Maar dat is logisch, want meeuwen maken allemaal hetzelfde geluid. Dus zo gek is het niet, oké? Ik ga nu... Ik heb eten en drinken gelukkig voor mezelf meegenomen. Dat is goed. Ik ga nu eten. Want ik heb honger. Ik heb al de hele middag niks gegeten. Ik ben al iets van 1,5 uur, 2 uur onderweg. Ik moet eigenlijk ook nog die 2 uur terug. Dus dan zeggen ze dat ik een DDZ mee krijg. Er is echt iets mis. Ik zal nog wel even kijken of ik hem kan opzoeken. Dan zie ik je later. Nu staat de Firm M. Dat is echt gewoon uniek. Dat heb ik in het begin ook laten zien met tekst. Het is gewoon uniek dat de Firm door Helvoort komt. Net was er ook de SGMM door Helvoort. Die heb ik niet kunnen spotten. Had ik hem maar kunnen spotten. Dus de Firm, oké. Okay. Mijn moeder gaat filmen op de terugweg. Dus dan kan ik een filmpje in beeld laten komen. Misschien als het lukt. Iemand die er verstand van heeft, hè? Weet er iemand... Of dat dit spoor wordt gebruikt. Kijk, deze. Die eerste hier is voor de intercities, dat weet ik. Of sprinters. En die daarachter. Waarvoor wordt die gebruikt? Want dan rij je hier niet echt goederen treinen of zo. Nou ja, in ieder geval laat in de reacties achter. Ik ga eventjes... of ik ga weer terug met de trein. Die komt er zo aan, daar ergens. Misschien filmen kort nog wel wat er gebeurt en zo. Waar ik ben en al die dingen. Misschien doe ik dat nog wel kort. Maar misschien film ik nog wel kort wat er allemaal gebeurt, wat er is. Ik ga kijken of ik mijn moeder vanuit de trein kan filmen. Zal ik eens proberen? Nou ja, in ieder geval... Oh mijn god, een hele coupé voor mezelf. Kijk, hier zit niemand. Thank you.
Oh, dit mondkapje mag eindelijk af. Ik ga meteen de prullenbakje gooien, want hier heb ik een knoop in gelegd omdat hij kapot was. Doei. Nou. Next! Kan je het je voorstellen? Dit is echt Mike. Dit is echt super koud. Het is buiten echt lekker voor zo'n weertje. Ik kan niet eens in mijn mond blazen. In ieder geval een korte samenvatting voor vandaag. Ik ben naar Bergen op Zoom gerezen. Bergen op Zoom moest ik een half uur wachten. Ik heb kunnen eten. Daar gaat het om. Railrunner. Dit wordt mijn ene laatste, denk ik. Ik wou in de kerstvakantie met mijn vader. Daar koop ik ook weer een dagkaart voor de laatste keer. En mijn vader ook een dagkaart. En dan gaan we door heel Nederland reizen. Vind ik, ja, niet door heel Nederland, maar ik heb al een planning. Dan gaan we naar Venlo, Zwolle. Ik denk dat we echt heel veel gaan doen. Aangezien ik de nieuwe Arriva-trein wil spotten. Nou ja, in ieder geval dat tezijde. Ik ben gespot door door een vriend van mijn moeder en door mijn moeder zelf. Die video's hebben jullie ook al kunnen zien. Die foto ook. Ik weet niet of dat ik die foto in video... Ja, die video kan ik misschien wel omcirkelen waar ik zat. Voor de verdere rest, ja... Weet ik het eigenlijk niet. In ieder geval, vond je deze video leuk? Vergeet even niet op het duimpje omhoog te klikken. Kijk nog even mijn muziekvideo van vorige week. Het is niet mijn eigen muziek. Ik weet dat je het had verwacht. Maar het is gewoon een leuke remix. Mijn kanaaltrailer. Dus vergeet dat even zeker niet te doen. Ik ben ondertussen alweer 20 weken bezig. Deze week precies volgens mij. Ja, of volgende week. In deze twee weken. Ben ik alweer 20 weken aan het vloggen. Elke vrijdag. Ik hou het nog goed vol. Dat moet ik eerlijk toegeven. Maar ik ga naar huis. Abonneer, like en natuurlijk op het einde komt altijd de remix van hoe ik uitcheck en incheck. Dames en heren, welkom bij deze gloednieuwe speciale video. Vandaag gaan ik en Jurre reizen, wat eigenlijk normaal is. Maar we gaan met de nieuwe Verum 2-3. Die pas is uitgekomen. Daar heb ik in ieder geval heel veel zin in. We staan nu in de Verum 4. Maar we gaan naar de allernieuwste Verum. Dames en heren, doe even een duimpje omhoog, laat een reactie achter. Hopelijk kunnen we even flink naar die 100 weergaan op deze video, want dat vind ik wel terecht. In ieder geval, dames en heren, foto's, filmpjes, alles komt eraan. Veel plezier met kijken. Oké, dames en heren, ik zit nu in de trein. De nieuwste Verum, ik ga je niet te veel te vertellen. Behalve dat deze stoelen heel lekker zitten. Stopcontacten, ik ga jullie even allemaal een review geven. Oké, hier komen de dingen die de trein allemaal nieuw heeft. Een nieuwe vloer. Interieur nieuw, stopcontacten, design, nieuwe loungebank, met stopcontacten, stip, oh ja, en op naar Leiden. I remember the feel of the air touch my skin, am I real, cause I felt something leave from within, I feel empty, have I got nothing left to give, am I living. Wij zijn aangekomen op station Den Haag Centraal met mijn lieve vriendje Verum. Wij gaan weer terug naar Amsterdam. En Juris is hier iets aan het regelen voor de cabine. Oké. Deze trein is zo nieuw dat zelfs die knoppen nog helemaal zo raar voelen. En van plaats van dat ze naar buiten steken, zitten ze erin. En ook aan. Nee, deze zijn ook van de Verum M. Deze hebben de Verum M ook. Houdoe! Wacht, dat zeggen ze in Den Haag niet. Wel degelijk een nieuw design. Welkom bij deze speciale video op de YouTube kanaal Mark Getraind van vandaag. Ga ik reizen met Blauwnet met Jurre en Timo en de vader van Jurre en Timo. Ik heb er zin in, gewoon een speciale video een keer tussendoor flansen. We gaan van Zwolle naar Hengelo. In Hengelo, ja, dat boeit allemaal eigenlijk niet, want dat is
ligt toch niet op de planning. De planning van vandaag was eigenlijk gewoon een speciale video maken van Blauw. Net omdat ik eigenlijk helemaal niks meer upload heb. Ik heb al een maand geen reisvideo meer upload. Geüpload, niet upload. Ja. Dus veel plezier met kijken naar deze speciale video. Oké, ik zit nu met een ijsje in de Blauwnet vlucht richting Hengelo. Ik ben zeer positief over deze stoel. Ik geef het een 8. Het zit nu nog lekker, maar over een uur ben je het helemaal zat, geloof me. In ieder geval op naar de shots en de timelapse. En op naar Hengelo. Deze trein heeft ook pluspunten, naar mijn mening dan. Armleuningjes ben ik sowieso fan van, net als met de ICR-rijtuigen en de koploper. Want zo, normaal zit je zo en ik heb rugproblemen, bla 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 bla. Nu zit ik wat hoger, dat is lekkerder. En ook hier een leuningje. En ook zit er een stopcontact in, ja dat is best handig. Okay. Op het einde horen jullie mijn uiteindelijke punt en mijn beningen erover. Nu, op naar de timelapse. In deze hoofdstuk zit zo. I remember the feel of the air touch my skin. Am I real? Cause I felt something leave from within. I feel empty, have I got nothing left to give? Am I living? Cause I only felt alive with him. I'm driving in the night, the hood down. It's when I feel alive, when no one's around. The darkness deep inside comes to light now. But it's alright, it's alright. I can break no heart. Ik ben aangekomen op Hengelo. Ik geef deze treinen een 7,5. Ik heb het al gezegd, na een uur is het niet meer fijn. Dus, vinden jullie deze video leuk? Vind je dat een duimpje omhoog? Vinden jullie nog meer speciale en reisvideo's? Klik even op het duimpje omhoog en laat in de reacties achter waar ik een keer in moet. Ciao. Een hele goede middag, dames en heren. Ik maak goed nieuwe reisvideo op YouTube kanaal. Maar ik ben weer vandaag met Jurre. Vandaag ga ik een random reisvlog maken. Normaal heb ik altijd de planning. Nu niet. We gaan sowieso eerst dadelijk met de City naar Breda. En vanaf Breda naar Dordrecht. Of naar Rotterdam, sorry. En vanaf Rotterdam heb ik echt geen idee. Daar kunnen we echt alle kanten op. Doe even een duimpje omhoog als jullie deze random reisvlog leuk vinden. Abonneer op mijn YouTube kanaal. Nog 1 abonnee voor de 160. Ik wil graag voor mijn 5-jarig jubileum de 200 abonnees hebben. Dat zou helemaal toppie zijn. Dat doel gaat nu in. En volg me even op Instagram, Mike de Rijnkot. Dames en heren, veel kijkplezier. Falling, it comes and it goes like another wave. Someday, I look up at you like a price to pay. We zijn zometeen op station Tilburg, waar wij over gaan stappen op de Intercity richting Den Haag, waar wij uitstappen in Dordrecht. We hebben toch wel eigenlijk een soort van planning. Oh ja, Rotterdam, sorry. En we hebben toch een planning. Rotterdam, Dordrecht, Geldermalsen met Annet. Daar had Jurre zin in, dus niet verkeerd. En Geldermalsen naar huis, en als er dan nog tijd over is, kijken we wel. In ieder geval, op naar Rotterdam. Jij bent bij Rotterdam. Oké, dames en heren, ik sta hier op station Rotterdam Centraal. Rotje knop. We gaan dadelijk naar Dordrecht, de sprinten Dordrecht en dat is een SGMM.
Ik heb me al voorbereid. Het komt, als de SGMM helemaal uit dienst is, dat is in november. Waarschijnlijk, dat is over 2 maanden. Er komt een hele compilatie en zo. Allemaal van de oude filmpjes die ik gemaakt heb en foto's. Voor nu op naar Rotterdam of Dordrecht. Ik heb er heel veel zin in. Kijkers, wij staan hier op station Dordrecht. Nog steeds met Jurre, gelukkig maar. We pakken nu zometeen de ene trein richting Gorinchem en vanaf... we pakken zometeen de trein naar Geldermalsen. Het gaat vandaag lekker met de fouten. Eerst al Rotterdam is Dordrecht. In ieder geval, ik heb heel veel zin in. En wat vinden jullie daarvan dat ik meer timelapse doe? En langer ook. Want ik moet mijn vlogs langer maken, dus ik moet het ook kunnen verdelen over de tijd. In ieder geval, op naar Geldermalsen. Waar ik begonnen ben op station Den Bosch, een keer wat anders dan Vught. Vond je deze video leuk? Vind je het een duimpje omhoog te klikken? Abonneer op mijn YouTube kanaal. Willen jullie nou meer van dit soort reisvideo's? Doe even een duimpje omhoog. Ik probeer hem extra lang te editen met dingen er tussendoor, maar dat kijk ik nog wel even. Dat zien jullie vast al aan de tijd. Normaal is een reis van 4 minuten en waarschijnlijk nu iets langer. In ieder geval, doe even een duimpje omhoog wat ik al gezegd heb. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later. Welkom dames en heren bij een nieuwe reisvideo op het YouTube kanaal Mikey Trainspot. Vandaag sta ik hier met Jurre op station Vught te wachten op onze trein. Net kwam er een Vlucht 2504 als LM hier door Vught heen geknald. Dat is nieuw of zo. Nou ja, in ieder geval werd hij afgerangeerd denk ik. Ik ga reizen door Limburg, is al aan de titel gezien. Reisvideo heb ik al lang niet meer gedaan. En ook niet reizen naar Limburg, dat is ook een tijdje geleden. Dames en heren, doe even een duimpje omhoog. Abonneer op mijn YouTube kanaal. Nog 1 abonnee voor de 160 abonnees. Het klinkt zo triest. In ieder geval, op naar Limburg. I remember the feel of the air touch my skin. Am I real? 'Cause I felt something leave from within. I feel empty. Have I got nothing left to give? Am I living? 'Cause I only felt alive with him. Body break, my heart give up. Why did darkness come? I felt the lightning shake. Oké, aangekomen te Nut. Het is 1 lang perron met zon en 1 wachtruimte. Geen vertrektijd scherm. Als ik een aflevering van stationsbeoordeling hier zou moeten maken, dan zou dit station 4 zijn.
Nou, Intercities komen er. We gaan het wel zien. Ik ga even rondlopen en daar naar de winkel. Na een uur hier gezeten heb, doe ik mijn mondkapje op en is het weer tijd om weg te gaan. Ik ga de video niet afsluiten, ik laat een heel klein stukje nog zien. Ik denk tot en met Eindhoven. Voor nu eerst naar Sittard. Ik sluit de video hier toch maar af, omdat ik eigenlijk niet zoveel meer heb om te vloggen. Dames en heren, vond je deze video leuk? Vind je het een duimpje omhoog te klikken? Abonneer op mijn YouTube-kanaal, nog 1 abonnee voor de 160. En zie ik jullie bij de volgende reisvideo. Later. Welkom dames en heren bij een nieuwe video op de YouTube kanaal Mikey Transporter. Vandaag ga ik met een aparte video Eenheid maken met Jurre. Ik heb er heel veel zin in, ik ben nog nooit met Eenheid geweest, dus veel plezier met kijken. We gaan eerst naar Sliedrecht Baanhoek, want dat schijnt een heel mooi hoogstation te zijn, dus let's go. We zitten dus in de Eenheid GTW naast Sliedrecht Baanhoek. Ik ben iets leuks aan het doen, dat is treinnummers, een foto van maken en dan in, op een blad zetten, dat ik kan zien aan het einde van mijn weekend vrij en zo waarmee ik met de trein ben geweest. We gaan naar Sliedrecht Baanhoek dus, schijnt een mooi station te zijn. Let's go! I remember the feel of the air touch my skin. Am I real? Cause I felt something leave from within. I feel empty, have I got nothing left to give? Am I living? Cause I only felt alive with him. Driving in the night, the hood down. It's when I feel alive, when no one's around. The darkness deep inside comes to light now. But it's alright, it's alright. I can break no heart if I got none. Jurre en ik zijn weer bezig met een railcam. Oh jawel. Oh. Station Sliedrecht Baanhoek. Nou, het is een prachtig station. Mooi hoog. Sliedrecht Baanhoek is, ik denk wel minst gebruikte station van heel de wereld. Nee, maar even zonder grappen. Open minst gebruikte station vergeleken met dit had ik echt niet verwacht. Het ligt mooi hoog, mooie trein spotten. Er komt dadelijk nog een tegentrein, die gaan we spotten. Voor nu ga ik jullie even een mooie timelapse laten zien. Van de voorzieningen word ik een beetje verdrietig. Ik bedoel, 1 fietsenstalling, een bord en niks. Vandaag ben ik hier met Jurre. Staat op statief. Ik heb een keer mijn statief mee. In ieder geval, we gaan vandaag. Is het een plan U of V? Plan V. Plan V spotten op Roosendaal. En er komen filmpjes van gisteren nog van de plan V. En we gaan over de HSL en voor de verder. Abonneer op mijn YouTube kanaal. We hebben bijna 160 abonnees, terwijl ik een week geleden nog bijna 150 abonnees had. Speciaal voor jullie, ik heb 2 dingen wat als een soort van beloning is bij de 150 abonnees. Ten eerste, ik ga een langere reisvlog maken, dus deze wordt rond de 10 minuten hoop ik. En dus extra veel filmen. En ja, die 12 uur trein, die komt later pas dus. Op naar Eindhoven, voor de HSL. Op naar Eindhoven. I remember the feel of the air touch my skin. Am I real? Cause I felt something leave from within. I feel empty, have I got nothing left to give? Am I living? Cause I only felt alive with him. Driving in the night, the hood down.
En met deze trein gaan wij naar Rotterdam. My body break, my heart give up. Why did darkness come? I felt the lightning shake me into hell. Why did darkness come? I wanna stay in here where I feel known. Why did darkness come? Something keeps waking me up. Why did darkness come? We hebben zometeen dus de enige SGMM nog rijdend naar Dordrecht. Oké, nou ja, leuk. En met deze mooiste trein van de wereld gaan we naar Rotterdam. Of Dordrecht. Ja, dat is zo leuk. In ieder geval, het was weer even leuk om met de SGMM mee te gaan. Als je nog kijkt tot het punt van de video, ben je echt een legend. Waar gaan we heen? Den Dolder. We zijn met z'n tweeën hier aan het stitten, omdat serieus deze stoelen nog slechter zitten dan dit. Deze stitstoelen zitten nog lekkerder. Normaal wil je niet stitten, maar nu wel met een SRG. En toen gingen we spotten in Den Dolder. Op naar de filmpjes. Een hele goede avond, dames en heren. Ik ben Marloen, reisje op Juice Kanaal Market Transporter. Vandaag ga ik inderdaad een keer in het donker rijden. Nou, het is nog niet donker, maar over een klein anderhalf uurtje, twee uurtjes is het al wel pittig donker. Ja, jullie hebben het al aan de titel zien. Reizen met de trein in het donker naar Groningen of iets wat ik ervan gemaakt heb. Vandaag ga ik ook even reizen met Nut, vandaar dat ik een koffer heb. Normaal ga ik met Jure, nu ga ik alleen. Ik ga naar mijn oma in Groningen, ik heb er heel veel zin in. Doe even een duimpje omhoog, abonneer op het YouTube kanaal en dan veel kijkplezier met deze reisvideo. Wil je trouwens meer van deze reisvideo's in het donker en zo, abonneer even. Falling, it comes and it goes like another wave. Someday I look up at you like a price to pay. Maybe I'll forget all that you have thrown away. Someday, 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 someday. Station Utrecht Centraal. Een spoor die is nog bezet door deze SRG. Op naar Zwolle. Oh, I, when you fade, I fade away with you. Oh, I, should I be gone away with you?
op naar Groningen. Welkom dames en heren bij deze speciale video op de Juicekanaal met de Trainspotter. Je hebt het al aan de titel en het thumbnail gezien. Ik ga inderdaad reizen met nieuwe huisstijltreinen van Arriva. Ze zijn niet echt meer nieuw, maar voor mij wel. Het zijn echt toptreinen. Ze hebben stopcontacten. Nou, de stoelen zitten hartstikke lekker. En in de diesel is het niet meer zo koud. In de dieselmotor. We hebben stop gedaan. Het zijn toptreinen, mooie kleur. Ja, meer heb ik er niet over te zeggen. Ik ga mee naar Vietnam. Falling, it comes and it goes like another wave. Someday I'll look up at you like a price to pay. Maybe I'll forget all that you have thrown away. Volgende station is Hoge Zand Sappemeer. Let op, links uitstappen.